Hallo mensen van Knarf Tretsom. Hallo, hallo iedereen. Hoi. Hallo. Ik ben hier samen met Dennis. Dennis? Grapje. Oh nee, grapje. Richard. Richard. Ja. Dat was het, ik dacht Dennis. Nee, Richard. Dat was zo'n nepnaam voor hem, toen noemde ik hem voor de grap Richard. Nee, hij heet, hoe heet je nou? Vincent? Yes. Goeie. Nee, goeie Richard. Nee, grapje. Hij heet echt Vincent. Oké, okay, we gaan FIFA 12 doen. Geen 13, ik heb het niet, hij wel. Ja, hopelijk. Ik ga het nog kopen misschien, maar ik weet niet. Nee, niet doen. Doe maar niet. Arbeloa voor Marcelo, klik. Bam. Even opstelling doen. Fabio Contrao, ja. Nee, geen FIFA 13 doen. Ik heb hem nu een dag. Of althans, nog een paar uurtjes nog maar. De eerste filmpje staat al wel op YouTube, maar... ik zou zeggen niet doen. 6. 5. Oké. Nou. Ik zou het gewoon niet doen als ik jou was. Oeh, wow, dat was een mooi schot. Ik zou... gewoon hier vet mooi schot net. Ik ben gewoon laam. Wie ben jij? Hè? Ik ben Benzema. Ah, doe maar weer. Hoe speel jij? Met Ronaldo in diepe spits? Nee. Beetje daarachter. Oeh. Spannend. Ik wil wel even de commentator kunnen horen, wacht. Met je divisie 1. Hè? Met je divisie 1. Ja, ik heb net divisie 1 gehaald, jongens. Dus hopen dat dat... Wow, wat ziet het lelijk uit, man, als ik opneem gelijk vergeleken met HDMI. Wat, waar neem je mee op dan? Nee, maar ik bedoel, met je, heb je gewoon die kabels er alle 5 in? Component erin. Oh ja. Maar dat moet eigenlijk... Moet dat gewoon te doen zijn. Oh, wat doet die keeper? Wat doet die keeper? Dat wil ik terugzien, ik schrok, man. Wat een grabbelton. Wat was dit? Huh? Kijk dan. Hier pak... Hier. Yo! Wat? Die keeper is ziek, man. Hey, goed dat ik Bayern heb gekozen voor je. Ja, hè? Ja. Oh shit, hoe kom je daar langs, jongens? Nee, what the fuck? Kan even niet. Oh, die was mooi. Dat is echt een basisgoal. Ook echt gewoon vet snel. En maar ook hoe ik je speler langs ging, langs de lijn. Dat was gewoon slim. Jij dacht hij loopt naar de buitenkant. Nee. Ik ging per ongeluk langs, verkeerd. Ik heb altijd een trucje voor dat soort dingen, maar het lukte niet even. Een trucje? Ja, nou, ik zeg het niet, anders is het geen trucje meer. Oh nee. Nou, dan moet ik eigenlijk ook niet zeggen dat ik een trucje heb. Oh, een trucje. Hij schiet. Oh! Ah, nee! Oh! Wat is dit? Doelpuntenverstijn of zo? Ik dacht dat het Kaka, dat het Özil was, dus ik ging met links schieten, hè? Alweer gepasseerde doelman. Ja, dit kan niet. Ik dacht dat dit Özil was, zo. Wow, die was wel mooi, hoor. Die keeper. Het scheelt niks. Weet je wat? Wissel. 8e minuut, hè? Zo. Nee, wissel je keeper niet. Wat dan? Dat is toch goede keeper, man. Ja, weet je hoe die faalt? Okay. Nu al wisselen, 8e minuut, man. Die keeper die faalt, man. Maar ja, Dutch Terms heeft ook een YouTube-kanaal. Ja, vette FIFA-filmpjes en shit wat je daar kan checken, dus... Oh, nee! Nee! Gomez. Niet hem, niet Gomez. Oh, oké, okay. Beter. Nee! Ik heb hier echt geen zin... Oh! Oeh, snel paas. Nee, niet naar hem! Kom op, wat is dit? Oh. Oh, dat was wel een heerlijk trucje. Die ging per ongeluk trouwens. Ik wilde... Hoe heet het? Dat er een man mee kwam lopen en toen paaste ik nog met R1 ingedrukt. Mijn excuses, ik zag het niet goed. Oké. Okay. Ik ben nu wel een klein beetje aan FIFA 13 gewend, hoor. Ja, smoesjes. Nee, ga weer. Echt waar, dat speelt zoveel anders, hè? Want dan kan je echt voor elke bal kan je gewoon glijden en sliden en... Ja, ik heb het nog helemaal niet gespeeld op de PS3. Oh, ik heb wel op de PC gespeeld, niet op de PS3 nog. De demo? Ja, ik ben er echt niet goed in, hè. Het is heel anders, man. Heb je met toetsenbord gedaan? Hé, wat gaan ze op First Look van FIFA eigenlijk doen? Want het is al uit. Ik denk niks. Nee, hè. Vorige keer was echt leuk FIFA 12 op First Look. Oh! Wow! Dit is echt een spannend potje, man. Veel kansen, veel doelpunten. 17e minuut en al 3 goals. Deze corner komt niet eens bij een medespeler
Nou, eigenlijk al 8e minuut was het net. Maar... Wow! Oh! Penalty! Oh, de scheidsrechter. Oh, dit is niet eerlijk. Oh, kut, dat haat ik als ik dat doe. Oké, rennen, Ribéry. Jij bent sneller. Nee, Marcelo is hartstikke snel, man. Wat denkt hij? Oké, corner. Shit. Oké, keeper. Wow. Dat haat ik altijd als iemand hem raakt dan. Dit heb ik geoefend, dit. Heb je dit geoefend? Nee, eigenlijk zei ik maar wat. Oh shit. Je hebt nog geoefend ook, hè? Het lukte wel. Oh, ik had door kunnen lopen, shit. Ah, oké, keeper. Oh. Ja, doe maar daarin. Ik heb dit geoefend. Weet je hoe? Gewoon inleveren. Oh, ik hoopte echt dat niet dat hij hem in één keer afpakt. Oh, gevaarlijk staan. Ja. Met de hoogstandjes, ja. Oh shit, hij is ook links, hè, Di Maria. Ja, volgens mij wel. Ja, oké. Zit weer verkeerd te gokken. Pepe. Oh, die raakt hem veel op, Pepe. Dat vind ik echt knap. Ja, wat denk je? Dat is een lange olifant. Omdat het een verdediger is, denk ik ook. En omdat hij ziek agressief speelt soms. Oké. Hey Pepe, dat ga je toch niet doen? Arjen Robben. Oh. Oké. Maar wel link hoor in het eigen 16 meter gebied. Ik zie Ronaldo niet veel bij jou. Nee, ik wil hem voor het laatst bewaren. Heb je hem nog niet gespeeld? Oh ja, je hebt hem wel. Weg! Is dat corner? Nee, ingooi. Oh, dat haat ik, man. Net op het randje. Ah, shit. Daar let ik dan ook even niet op. Oh, shit. Hey, Pepe, loopt hij eerst naar boven, man? Lul. Oké. Oh, beter. Oh, dit is echt fout. Pak hem! Ah joh, die was voor Ronaldo, niet voor hem. Dat vind ik wel soms met FIFA 12. Als je dan een speler in gedachten hebt waar je hem heen wil pasen, dus voordat hij buitenspel staat, die helemaal nergens mee met buitenspel heeft te maken, denkt FIFA soms dat je naar die speler paast die buitenspel staat. Ja, echt. En dan heeft die andere me aangeraakt en dan is het toch buitenspel ineens. Ja. Ja, dat vind ik wel raar altijd van FIFA, maar ja. En ik vond hem eerder voor jou eigenlijk. Jee, mag de scheidsfluit verkeerde wedstrijd. Hé hey, joh. Wat? Ik deed echt zo'n klikpaasje, hè. Oh, je bent wat beter geworden. Oh, wat doe je? Dat was een R1 schot, maar hij ging er, eigenlijk liet hem door. Ah shit, gaat hij er toch... Oh. Het is echt wel een centimeter. Oh. Al wel meer. Nee, maar de reet van Pepe, die stond wel gewoon... Die liet jou wel gewoon eigenlijk goed staan. Wow. Ik vind Cristiano Ronaldo altijd af en toe even goed vallen. Je hebt gewoon Fabio Cantrao erin, ja. Hè? Ja, die heeft zo'n chille conditie, man. Die is aan het einde van de wedstrijd echt niet moe. Nou ja, die is wel moe, maar minder dan de rest. Maar ik heb nu wel extra veel mee gerend, dus. Ah, shit. Ja, ik zag het ook wel. Oh, er moet nu echt wel een keer weer een kans komen. Oké, daar komt ie. Hup. Oké, dit is geen buitenspel. Ah! Die kan niet! Oh. Weer, jij hebt echt van die randjes bij het spel. Moment. Oh, de bal stuit erin. Rood. Scheidsrechter. Oh, jongen. Is het niks. Nou, waarschuwing, maar.
Ja joh, hey. Kijk, nu is de scheidsrechter een keer goed bezig. Ja, fuck jou. Oké, 2-1 voor jou in de rust. Ja. Oh, jij was ziek voor mijn bam, shit. We gaan de tweede helft in hier in de. Maar het gaat om de kans benutten. Hey, fuck. Mooie paas, zeg. Oh, vrij trapscheids. Lekker controle. Cristiano Ronaldo aan de bal. Özil. Kom op, Boateng. Nog even FIFA 12. Wat is er veel veranderd? Nou ja, ik vind de passes en zo en de controle met de bal, dat is echt 10 keer zo verbeterd. Prima paas. Ja, en nu. Ah, die wist ik, sorry. Nee, geef niet. Ik vind de gameplay ziet er ook 10 keer beter uit. En dat is echt geen grap. Oh, Duitse goal. Ja, ik wilde hem niet maken, man. En ja, het is wel mooi geworden, maar ik vind gewoon Ultimate Team gewoon gigantisch tegenvallen. Want als je met FIFA 12 potje Ultimate Team deed, zag je ongeveer waar je tegen speelde, hoeveel sterren en dat soort dingen. En nu word je gewoon random in een potje gegooid. En ik heb dat, wat ze wel kunnen zien op mijn kanaal straks als ze gaan kijken, misschien eventueel. Dan zie je gewoon dat ik gewoon met een brons team denk van oké, ik ga een leuk brons team maken. En dan eerste potjes meteen tegen een volledig goud team met Gamers 300%. Ja, dat is wel vaag. Maar probeer dan even wat meer te kijken. Of heb je dat dan heel vaak? Of? Ja, want het tweede potje wat ik ging doen was ook meteen tegen 100%. Of tegen, ook tegen goud meteen. Boom! Oh! Oh, Robben. Nee, dat was Kroos, joh. Oh, Kroos. En scoren met iemand lekker dan en dan een hele andere naam zeg. Oh, Ronaldo. Oké, ja. Die zit. Oké, 1-0. Ah, oh, man! 1-0. Of 3-1. Oh. Oei! Özil, dat was wel een mooie links. Er zijn altijd mensen die dan nog gaan pasen, nog, die dat nog steeds doen. Bij de uittrap. Duik de ruimte in en heeft alle tijd om voor te zetten. Nu doe ik. Oeh! Oh, die was mooi geweest, man. Nee, dit is niet eerlijk. Ja! Ja. Knappe paas. Ja, nee, what the fuck! Oh, heerlijk. Je had gewoon lapje, rustig lapje moeten doen. Nee. Shit, m'n shit, m'n is dit ook een woord? Ja, ik word van. Ja, vrij trap! Oh, ik wil vrij trap. Ik ben ook beter in vrij trappen geworden. Oké, even met Ronaldo. Heb je ook iets geworden, hè? Nee, valt mee. Ah, oh, ik dacht Kaká doet het nog een keer. Hij probeert opnieuw te scoren, maar even geen feestje deze keer. Nee, even geen feestje. Even geen feestje deze keer. Oh, die dingen die leer je ook helemaal uit je hoofd, man. Die Evert en zo. Loop. Pakken. Oh! Nee, mis! Ah! Lekker dan. Meestal score ik die altijd. Echt waar, die score ik meestal altijd. Oh, ja, dat wist ik. Oh, dat was dan wel een mooi goal geweest. Jij moet vaker FIFA gaan doen. Nou, ik doe het ook heel vaak hoor. Gisteren heb ik de hele dag gedaan. Ja, maar ik bedoel op jouw kanaal. Oh zo, ja. Ja, ik word er beter in. Dus het wordt leuker ook. Divisie 1. Oh shit. Maar echt heel goed kan ik mezelf niet noemen, vind ik nog. Waarom sta ik er alleen voor? Oh! Oké, dat blijft altijd even nerveus. Shit, man. Dit haat ik. Oh. Xabi Alonso. Cristiano Ronaldo heeft hem. Komt de bal gelopen door Lahm. Schweinsteiger.
Maar ik heb iets meer balcontrole, vind ik, dan ik de vorige keer had toen we zeg maar tegen elkaar gingen. Ja, toen was ik iets slechter in de bal houden. Nu ben ik ook niet zo geweldig. Hier. Bayern München heeft de bal te pakken. Hier. Nee, loop naar binnen dan. Loopt hij naar buiten en dan loopt hij weer terug. Oeh. Oké. Okay. Al die geluidjes ook, joh. Oké, door. Geen idee waar die bal allemaal heen gaat, man. Is het allemaal zo snel? Fantastisch. Oh. Oh nee, wat een lelijke kans. Oh, wat nu al 84? Wat? Nee, rot op met je. Nee! Het is echt fucking spannend, dit. Voor mij, ik ben echt bang op die. Ja, fuck man. Geef dat voordeel, scheids. Een voordeel buitenspel gewoon. Ja. Dat doen ze nooit, hè, FIFA. Nee! Nee, joh! Nee, dit is. Oh, dit is niet eerlijk. Oké, okay, pak die bal. Nog maar 1 minuut te gaan. Benzema. Het is echt dood aan de lijn. Ja, ik ben even. Ik wil even die kans. Kom op. De laatste focusminuten. Tegengehouden door Pepe. Kut kans. Nee. De doelman. Nee! Oh, ja! Oh, waarom neemt hij zo slecht aan? Oh, die keeper. Nee, verkeerd spelen. De bedoeling was duidelijk, maar de paas is doorzien. Oh! Nee, pak hem af! Weg! Nee! Ja! Nee! Ah. Ja, ik vond het wel echt spannend hoor. Oh, yeah. Gigantisch spannend. Gewoon in de eerste 6 minuten al 3 goals. Oh man. Vet snel. Nou ja. Oh fuck. Zet het in de reacties als je het leuk vond dat we dit deden. En ja. Dat was het. Bedankt voor het kijken. Check zijn kanaal. Doei. Doei.